Maar het kan ook zijn dat hij een diabetes is. Huh? Ребята, очень добрые. Меня зовут Данила. Zo, deze man ging echt van een Jan met een regenjas naar gewoon een rockster. Yo, yes! Nieuwe mensenmening. Lekker dat je erbij bent. En we gaan weer de straat op, gekke vragen stellen. En de jury die mag weer op alles reageren. Ja, en vandaag hebben we de vraag gesteld. Ben je liever te dik in de kist of toch liever een feestje gemist? En is de jury... Wat Yo! Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Dat is wel mijn motto, denk ik. Maakt niet uit. Je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Dat zou erg zijn, hè, als je zelf je kist moet dragen. Kan helemaal niet. Ik ben niet brak. Ik ben wel heel kritisch vandaag. Dus misschien dat het alsnog goed gaat. Let's go. Hoe heet je? Danila. Hoppa, kijk eens. Waar komt de naam vandaan? Dit is een Russische naam. Ik kom uit Rusland. Dus... Kom je uit Rusland? Ja. Bliat. Fuck bitches, get patches. Geboren in Rusland, 9 jaar gewoond. Daarna 9 jaar in Nederland. En nu in Finland, volgend jaar Duitsland. Het is wel grappig. Dus Russen die in Nederland komen wonen gaan als Belgen klinken. En als je dan Poetin ziet op tv, denk je dan ook, dat is mijn kameraad. Dat is mijn machko. Ja, ik zou zeggen van wel. Ik kan niet tegen die keycord. Niet alles wat hij doet is goed, maar de meeste Russen, waaronder ik, steunen hem gewoon. Hij verbergt zijn sigaret. Kan jij in het Russisch iets leuks zeggen over deze video? Hij heeft helemaal geen sigaret. Ja, kun je nagenoeg goed hier verbergen, pik. Ребята, очень добрые. Меня зовут Данила. Амстердам хороший город. И мне нравится. Это мое первое интервью, которое я даю в своей жизни. Ik vind het zo vet taal. Het is echt zo glauw. En dan nu de vraag. Wat heeft hij net gezegd? Hij zei, ik ben Danilo en we zijn in Amsterdam en ik word geïnterviewd. Nee. Ja. Wat was het? Ik zei iets over mezelf en ik zei dat Amsterdam een mooie stad is. En ik zei dat het de eerste keer is dat ik een interview geef. Kan jij Russisch? Ja? Nee, ik kan geen Russisch. Alleen ik hoorde Danila en Amsterdam. Dat... Zit hier interessant te doen, joh. Wat heb je een mooie wietsok aan? Oh. Die vrienden van mij komen uit Rusland, dus ik moet ook even een beetje de Nederlander uitstralen met de hele wietcultuur. Kan je dat kopen in Amsterdam, joh? Kleren met wietplantjes erop? Waar koop je dat dan? Je hebt laatst dagen lopen zoeken, joh. Ik wou heel graag zo'n I Love Amsterdam shirt waar dan het hartje dan een wietplantje was niet te vinden. Ben je liever te dik in de kist of heb je liever een feestje gemist? Deze man drinkt alleen maar wodka. Ja, die is dik in de kist, niet te tillen. Oh. Ik denk dat ook hij dit nummer niet kent. Dus ik denk dat hij zegt, ja, ik ben wel een beetje breed. Dus ik ga wel te dik zijn voor mijn kist. Kom je aan van wodka? Nou, jij drinkt wel eens vodka jus, dus op zich denk ik het wel, ja. Zeg maar wat je denkt. Mm-hmm. En dan doen we het andere. Feestjes missen zitten niet bij in ieder geval. Nee, hij is party. Ja, hij heeft zelfs zo'n hardcore ding, dus hij gaat naar hardcore feestjes. Hardcore ding? Ja, zo'n hardcore... Oh ja, hij gaat dik in de kist en dan gaat er geen enkele feestje missen. Ik denk eigenlijk het andere, maar ik ga toch mee in jou. Liever. Te dik in de kist. Oh, kijk sterk. Ik denk toch... Ja, ik denk dat een dikke opa altijd net iets leuker is dan een dunne opa. Ah, dat is wel waar! Ik vind dikke opa's ook schattig. Hoezo? Ja, niet, gewoon zo... Dan kun je erin prikken. Ja. Ah. Hoe heet u? Jan. En Jan, wat ben je vandaag aan het doen? Ik kom net aan uit Eindhoven. Eindje! En we gaan naar het hotel. Hoe heet dat? Amstel 3 of zo. Nou, even mijn lul. En daar hebben we een ontmoeting met een paar Amerikanen. Die ons willen zien. Ik speel in een band. Ik ben zanger in een rock'n'roll band, McTaple. Oh, uit. Tepel? Jullie gaan international? Wij gaan international. Ja, dat doen we al regelmatig. We zijn vorige maand nog in de Cavern Club in Liverpool geweest. De Cavern Club, jongen! Ah, nou is je mond. Ik wil toch weten waar het is? Wat leuk. En wat voor muziek maakt hij dan? Rock and roll. Zo, deze man ging echt van een Jan met een regenjas naar gewoon een rockster. In nog geen 10 seconden. En heeft hij nog ooit met de Stones gespeeld? Nee, ik heb alleen in het voorprogramma van Chuck Berry gestaan. Zo. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins. Ronnie Flex. Ik vind deze man wel hard eigenlijk. Zie jou helemaal. Heeft hij wel eens groupies gehad? Ja jong, die springen op zijn piemel. Denk jij nou? Ja, mijn eigen vrouw. Hij ziet eruit alsof zijn vrouw exact dezelfde jas heeft en op het tandem hierheen is komen bij je, maar gewoon een rockster. Liever te dik in de kist of een feestje gemist? Liever te dik in de kist. Ja, tuurlijk! Maar het kan ook zijn dat hij een diabetes is. Huh? Waarom? Dat kan toch? Nou ja, het kan wel. Ja. Maar dat hij zegt van, nee, ik ben diabetes, dus ik kan niet zoveel snoepen. Dat denk ik. Dit kan toch niet... Anders begrijpt hij de vraag niet. Dat kan ook nog. Maar Jan die ligt toch te dik in zijn kist. Pik, hij is een muzikant.
Die gaat door tot het nachtleven. Wat? In het nachtleven. Maar misschien drinkt hij wat suikervrij bier. Hij gaat dik in de kist. Hij gaat dik in de kist. Dus jij denkt dat hij zegt... Nee, dat denk ik niet. Ik zeg alleen dat het mogelijk is. En wat gaat hij nou zeggen dan? Te dik in de kist. Ja, ik ben niet zo'n feestbeest. Ah, het moet toch wel een beetje rock'n'roll zijn, toch? Ja, dat weet ik. We hebben ook opgetreden met Herman Brood. Ah, en die bood mij een lijntje aan, maar daar ben ik... Ver vanaf gebleven, ja. Ik vond hem wel een aardige man. Ik denk dat hij echt een sympathieke vent. Ik denk dat hij diabetes had. Hoe heet je? Olaf. David. En David, wat ga je vandaag doen? Ik ga naar de kapper. Zo, hoe spreek je dit uit ook? Olaf. Dan laat je haren zien. Nee, oké, komt ie, hè? Zo mijn pet, hè? Door de pet. Zo, nou, ik vind het prima lui, hoor. En ik ga er highlights in doen, denk ik. Blonde highlights. Doen. Highlights? Nee, dat vind ik echt zonde. Is dat niet alweer uit? Kees, hou je bek. Nee, maar het komt allemaal terug, hè? Komt terug. Het komt hartstikke terug. Kaal was ook uit eerst. Maar het is ook weer teruggekomen, helemaal. Nou ja, ik ga er gewoon voor. Wie weet ben ik de trendsetter. Nee, dat ben ik al. Ik heb wel roze haar gehad. Echt waar? Pink Flamingo heette die kleur. En deed dat wat voor je? Ja, vooral ik werd veel uitgelachen op werk. Ik zeg je eerlijk, dat rare haar vind ik wel een beetje zonde hoor. Dan wordt hij echt een knappe kop. Als je dan uitgaat en je hebt Pink Flamingo bij je, krijg je dan veel aandacht van de vrouwen? Nou, toen met Pink Flamingo niet. Nee, zie je, daar ga je. Krijg je meer aandacht van de mannen? Ja, ik denk dat jou niet meer van harm afkomt. Ja, ik trek wel veel mannen aan. Ik trek veel mannen aan. En wat doe je dan op het moment dat je weer zo'n man hebt aangetrokken? Nou, nee, ze doen nooit wat, maar het is alleen maar kijken. Zo. Ik vind het boeit me ook geen hol trouwens. Voel je je dan een beetje een stuk vlees? Altijd. Ja, de hetero blanke man heeft het moeilijk, jongens. Dat mag duidelijk zijn. Zou je je verdriet willen delen? Nou ja, het is gewoon best wel emotioneel als je dan als lustobject weer wordt gezien. Ja, niet alleen voor jou hoor. De lulverhaal, joh. Hou op, joh! Waarom schreeuw je altijd zo hard? Ik heb last van mijn oren van je. Eigenlijk al die vrouwen die dan worden aangerand, die hebben het maar makkelijk in vergelijking met jou. Nee. Oh, oké. Dit trekt helemaal uit zijn verband. Ja, dit is dat journalistenbloed, hè? Gelijk weer wat in de mond leggen. Nee. Ja, gelijk wat in zijn mond leggen, ja. Ja. Ik trek heel vaak mannen aan en er wordt altijd wat in mijn mond gelegd. Dat is eigenlijk mijn dagelijkse avondstappen. Waarom heb je een labeltje op je arm? Ik heb een label omdat ik, ik luister veel podcasts. En er is een podcast van Boris van der Ven van GameKings. Ja, vroeger was GameKings echt wel lauw. Die is gestopt met mensen te beoordelen op eerste gezicht. Dat vind ik zo irritant als mensen een beetje beoordelen op en denk je kent ze niet. Nou, dat proberen wij ook, hè? Nou, we doen niet anders hier bij de mensen mee. Nee. Op jou valt geen label te plakken. Ja. Hele ja, slechte grap, hè? Sorry. Geen padoenpads eronder zetten, Harm. Klootzak. Ben je liever te dik in de kist of heb je liever een feestje gemist? Liever te dik in de kist. Ja, zijn we dus jong. Tattoo van een label op zijn arm. Ja. Levensgenieter. Feminist. Atheïst. Analfabeet. Ik denk dat jij liever te dik in je kist ligt. Als je haar roze verheft. Deze gaat zo dik in de kist. Ja, toch. Zonde hoor, van zijn kaaklijn. Dus ik zeg gewoon liever te dik in mijn kist. Ik kan niks meer over zeggen. Ik kan de hoge lagen verspringen. Zoals mijn rivalen zouden zeggen. Nou, te dik in de kist. Hoe heet je? Mijn naam is Alana. Zo, morgen. Wat is er voor aflevering dan? En Alana, wat heb je vandaag gedaan? Ik kom net van een fotoshoot. Tuurlijk. Modelings! Wat vind jij het moeilijkste aan model zijn? Want het lijkt me best wel lastig. Nou, dat is voor haar niet lastig hoor. Kan ik je vertellen? Ja, het moeilijkste aan model zijn is toch de klant geven, zeg maar, wat ze echt willen zien. Want soms willen ze een hele andere kant van jou zien, wat je eigenlijk totaal niet leuk vindt. Ja, maar dat is gewoon je tieten. Dus dit slaat helemaal nergens op. Ik moet een jurkje aan waarvan ik denk van, oh, wat is dit? Of een aardige fashion oma ook daarnaast. Weet je wel, of helemaal make-uploos. Ik denk wel dat Harm een kleine hint geeft aan de mensen. Mening. Waarom? Gele trui. Hij kiest voor ons. Ja, Kees staat er. Harm staat aan onze kant. Doe je veel aan sporten? Om heel eerlijk te zijn ben ik echt het type wat lekker van Netflix en chill houdt. Oeh, hit! En ik denk dat ik gewoon een beetje een goede gene heb, denk ik. En dat wel... Relaxed? En dan Netflix chill gewoon met je vriend? Ja. Ja. Okay. Of met vriendinnen. Volgens mij moeten we heel snel tegen deze chick gaan uitleggen wat Netflix en chill nou precies inhoudt. Want dit kan hele rare situaties veroorzaken. Ben je liever te dik in de kist of een feestje gemist? Ik denk toch dat zij wel bezig is met de uiterlijk. Ja, maar dit is maar. Wel zo'n uitgangs... Ja. Weer kijken. Ziet leuk uit. Ja. Ja, hou je het allemaal nog binnen? Als ik naar deze chick kijk, dan zie ik gewoon... mijn droomvrouw. Nee. Zij liever te dik in de kist?
Ja, dat denk ik ook. Als ik naar deze chick kijk, dan zie ik gewoon een vrouw die bezig is met de eenmanszaken, modellenwerk en dergelijke. Maar niemand wil op de camera zeggen dat het een super saai persoon is, want niemand vindt zichzelf een super saai persoon. Zelfs super saaie personen vinden zichzelf niet super saai. Dus zegt ze, liever te dik in mijn kist. Ze gaat wel dik in de kist, maar ze wordt toch niet dik. Ja. Hoe gaat ze dan dik in de kist? Dat maakt niet uit, dat is de vraag. Je gaat echt weer zoveel te diep. Nou, ik hou van dikke mensen. Dus ik vind, ja, ik hou ook van bijvoorbeeld, mijn man is best wel een beetje gezet. En daar hou ik wel van. Dus ja, ik hou wel van lekker genieten en dan dik op elk feestje, denk ik wel. Ik heb honger. Ik heb ook, ja. Oh, Remy. Was het? Gelijkspel. Ik ben content. Ik, gelijkspel is voor mij gewoon winnen. Dat is gewoon hoog genoeg gegrepen. Yes, dat was de mensenmening. Like deze video even. Zet ook een abonneerknop op. Druk daar ook even. En hieronder kan je reageren. Laat even wat van je horen. Wat je van de video vindt of iets anders. Vinden we leuk. Later. Tot volgende week. Slam. Zonder camera, microfoon. Stop maar wat in je reet. Dat kan niet! Dat kan je niet! Stinkend! Vieze stinkend! Wat een asociaal rotjoch ben jij!